Het enige dat ik weet, we gaan niet meer terug naar toen, onbezonnen in de eerste ronde. Beelden uit het nieuws van de afgelopen week met de vraag, waar gaat het over? Voor Jan Jaap en Roewe. Yes. Ja, sneeuw. Ja. Dat was het deze week. Heel Nederland wit. Heel Nederland wit, ja. Ik schrok ervan. Ik durf er niet naar buiten. Nee, het is de wens van veel politici, maar het is toch wel... Ja, het is geen nieuws natuurlijk. Februari is sneeuw. Is vaker gebeurd. Maar het is toch bijzonder. Het was wel welkom, hè, Roewe? Ja, ben je naar buiten geweest? Nou, ik ben wel naar buiten geweest. Ik heb mijn zoontje aankleden, duurde 10 minuten. Naar buiten gaan was een halve minuut. Ja. En dat is niet de juiste verhouding. Ja. Maar ik vroeg me af, heeft het RIVM bekendgemaakt... kan je corona overbrengen door middel van een sneeuwbal? Nou, of moet je er eerst desinfecteren? Nee, maar als je in je mond eerst een kwartier in tuft om er een bal van te maken, dan misschien wel. Maar ja. Ik weet het niet. Ja, en de sneeuwkoker moest voor 9 uur binnen zijn. Ja. Dat was een van de regels, ongeveer. Of heel stilstaan. Nee, maar het was wel fijn. Het was welkom. En het blijft ook zo. Dus nu heb je inderdaad de Elfstedentocht-discussie. Oh. Ja, ik ben een beetje romantisch. Dus ik kom uit Groningen, kom uit het noorden. En dan zodra het vriest, als Groninger ben je dan blij. Want dan weet je, heel Friesland wordt nu wakker met valse hoop. En dat is toch elk jaar weer zoet. Oh, de rajonhoofden. Ja, lekker. Weet je wel, als je met zo'n duimstokje in het ijs... Ik kom oorspronkelijk uit Friesland en ik wist dit niet. Dus dat wordt nog een bijzonder avond. Ik heb zwaar. Jullie hebben lopen juichen bij de aardbevingen. Dan komen wij 's ochtends uit bed. Extra gas. Ons huis staat nog. Dat, zo... ja. Maar waar uit Groningen? Ik kom uit Haren eigenlijk. Maar ik zat oh, het rijke luisterdorpje bij Groningen. Oh, oké. Sorry. Ik wist niet dat dit toon ging worden. Hoogste. Welkom. Hey, mijn hele familie komt uit de Veenkolonie. Dus dat is toch een ander verhaaltje. De Veenkolonie. Yeah. Ja. Het is weer zover. Ciao, mami, jonkje. Maar hebben jullie echt sneeuwpret beleefd dat je dacht... Ja, ik sta aan de andere kant. Maar als ik nog één keer deze week de zin hoor... natuurijs breekt wet, dan word ik... helemaal gek. Oh, die heb ik nog niet gehoord. Oh, man. Goeie zin. Nee. Het gelul dat ik nu maandenlang binnen zit, me aan de regels hou. Zodat er een fucking schaatstocht... Ik vind, de beloningen kloppen niet. Eerst zit je maanden binnen en dan krijg je te horen... Hey, als beloning mag je 2 extra saaie familieleden bij kerst naar binnen. Dat je denkt, wat is dat nou voor beloning? En dan nu... ik ben toch niet... ik wil een kroegentocht, geen Elfstedentocht. Ik ga toch niet dat een of andere stotterende spruitjesteler wint... en dat je daar dan weer 20 jaar... Ho. Ja, nee, echt. Allemaal. Ik ben ook geen gemiddelde Nederlander... maar het kan toch niet zijn dat de helft van Nederland dit wil? Dat is toch waanzin? Maar dit Elfstedentocht is een belangrijk ding. De laatste keer was 1997. Ja. Ja. Toen bestond dit programma al. Ja. Toen deed ik eindexamen. Ook de middelbare school in Leeuwarden. En de dag daarna zouden wij een tentamen economie hebben. En onze economieleraar was meneer Cinema. En die praatte zo. Ik ben meneer Cinema. Serieus, die had die stem. En die belde op een gegeven moment op, terwijl de tocht bezig was. Hallo, meneer Cinema. Het tentamen gaat morgen natuurlijk niet door. Mooi, hè? Maar daar zat te kijken. Dus toen is er bij mij ergens een zaadje in mijn hoofd geplant. Economie is niet belangrijk. Zo, heb ik daar even spijt van gekregen, zeg. Nou, ik zweer het je, als het doorgaat, ik word een Elfstedentocht-reller. Ik ga gewoon met bakstenen naar het ijs gooien, zodat er bakken ontstaan. Nee, jawel, nee, ik pik dit niet. Ik ga echt... Ik zit een jaar binnen. En dan wordt dat de enige uitzondering in het hele jaar. Ja, maar, alleen maar met 120 wedstrijdschaatsen en een drone, zei Rutte. Dus dan kunnen we het wel allemaal volgen, zonder publiek. En dan blijft iedereen keurig thuis. En gaat dat lukken, denk je? Ja, nee. Dus daarom gaat het ook niet door. Maar... En Willem-Alexander in Vermomming. Die moet er dan ook bij, vind ik. Dat was, weet je... Nee, dat wordt spannend. 119 strak afgetrainde schaatsers. Goh, wie zou die ene dikke schaatser toch zijn? Met zo'n pruik en een baard. Dat is dan... Goh, wie is dat toch? Ja, ik zag in nieuwsberichten dat er mensen klagen. Zo van, oh ja, de treinen hadden vertraging, Schiphol lag plat, de wegen zijn onbegaanbaar. En ik dacht alleen maar... Sorry, maar we zaten toch in een lockdown met z'n allen? Waar gaat iedereen heen? Of ben ik de enige die nog een hele dag binnen zit? Nee, het zijn gewoon files. Het zijn files. En je denkt, maar we moeten toch thuis? Wat doe je? Ik zou zeggen, strooi gewoon niet. Dan weet je zeker dat iedereen binnen blijft. Dat is gewoon je hoeft niet al die gekke trucjes met... Oké, de scholen dicht, want dan blijven de ouders thuis. Gewoon niet strooien. Maar vinden jullie dit weer lekker? Want ik merk, ik heb allemaal mensen in mijn omgeving die zeggen... ik vind het zo fijn dat alle seizoenen verschillen. Ja, terwijl ik ben van de school...
Oh, ik ben dus echt van de school. Het kan mij niet eentonig genoeg zijn. Gewoon elke dag 28 graden. Ik zou liefst willen drie zomers, één milde herfst. Oh, ja. Daar kom ik vandaan, toch? Suriname, dat is gewoon altijd 28 graden. Regen of geen regen, dat is een beetje het verschil. Maar ik vind het heerlijk, die verschillende seizoenen. Dat je ook de lente. Kleden. Je kleding ook, dat je verheugt op die winterjas die je aan kan doen, die sjaal. En dan straks weer de korte broek, en dat vind ik heerlijk. Nou, dus kernachtig samengevat. Ja, toch? Ben je niet voor niks overgekomen. Wat wil je zeggen, Alex? Nee, ik moest wel lachen. Ik las het artikeltje dat de penguins in Burger Zoo, die waren naar binnen gehaald vanwege de kou. Dan dacht ik wel, oké, dat is wel het meest Hollandse... de Nederlandse penguins, die kunnen niet tegen kou. Dat is een beetje, we hebben een lekkage bij het dolfinarium. Nu zijn de dolfijnen verdrinken. Wat gebeurt er? Eindelijk was het zover. Iets anders dan corona als nieuws. Namelijk het weer. Sinds lange tijd werden de weeralarmen van het KNMI ingelost en lag in het hele land sneeuw. Geen treinen, amper begaanbaar wegdek en bovenal plezier voor iedereen. De witte deken bevroor het land, maar verwarmde onze harten. De overheid liet weten dat er geen sneeuwballen mogen worden gegooid buiten het eigen huishouden. Dat is een belachelijke regeling. Vervang het woord sneeuwers door het woord seks. En wat krijg je dan? Er mogen geen seksballen worden gegooid buiten het eigen huishouden. Oh nee, sorry, je moet het woord gegooid dan ook nog vervangen door het woord bedreven. En het hele woord sneeuwballen door het woord seks. Het is even een klusje, maar dan is het dus incest. Als ik iemand in het journaal serieus zou zeggen vorst aan de grond, heb ik toch altijd een sprankje hoop dat Willem-Alexander nu echt failliet is. Hey, Blitse Kids. Nog steeds die video's aan het checken op de interwebs? Abonneer je dan gelijk. Like, duimpie. Hartstikke meme. Nou, hashtag de pestek.